Siam Elkawakibi, ik ben 27 ondertussen, vooral bekend van het project Let's Go Urban, waar ik oprichter van ben. En uiteraard ook leidster van A Woman's View, een bedrijf dat door haar vrouwelijk oog eigenlijk consultancy biedt en conceptenontwikkeling rond urbanisatie, sociale innovatie, integratie, positieve zingeving en noem maar op. Ik ben Karin Janssens. Ik ben architect, ben in 96 afgestudeerd. En ik ben nu samenwonend en heb twee zoontjes die eigenlijk tot nu toe ook veel interesse in het beroep hebben. Ik ben Anzeria, ik ben juweelontwerpster. Ik ben geboren en getogen in Antwerpen. Ik heb hier aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten gestudeerd, de afdeling juweelontwerpen. En in december 1996 heb ik dit pand gevonden en dan ben ik hier aan de slag gegaan. Ja, we zijn dus een architectenbureau. We doen enerzijds architectuur, maar ook expertises, bouwexpertises. Ik was geselecteerd voor de triennale van het hedendaagse juweel in Parijs, wat ik heel leuk vond. Maar toen dat de curator naar België kwam en naar mijn werk keek, zei hij, ja, ik vind het best interessant, maar er ligt gewoon veel te weinig. Dus dat vond ik zo'n ontgoocheling dat ik besloten heb van ervoor te gaan. Ik heb mijn job opgezegd en gewoon gesprongen, gedoken. Let's Go Urban staat voornamelijk gekend als de enige echte urban culture organisatie waarbij jongeren in een grootstedelijke context werken aan alles wat ze in zich hebben. Ik werk dus samen met mijn vriend Hans. Als je afstudeert moet je eerst 2 jaar stages doen. Dus we zijn eerst allebei met ons stage begonnen. En dan ook de eerste jaar op dat bureau blijven werken. Ook eens andere bureaus geprobeerd om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Ik heb een stijl ontwikkeld waarin dat de band tussen de gever en de drager van het juweel heel sterk benadrukt wordt. Aan de hand van gravures, aan de hand van verborgen boodschappen, doosjes, iets waar je iets kunt insteken. Ik ben in 2009 gestart met Let's Go Urban vanuit een noodzaak, vanuit de behoefte, vanuit een tijdsgeest die schreeuwde om kritisch optimisme, vanuit een tijdsgeest die schreeuwde om ondernemerschap, vanuit onze nieuwe generatie, waartoe ik zelf behoor, om echt op een andere manier te gaan investeren in jongeren, om te geloven in hun potentieel, te geloven in hun engagement, jongeren naar waarde schatten, hen ook serieus te nemen. Laat mijn koppigheid en mijn trots, die ik waarschijnlijk door mijn Marokkaanse roots ook wel echt heb meegekregen, net datgene zijn dat, waarbij het mij niet deert dat ik een vrouw of een man ben. Ik geloof gewoon in mijn ding en ik heb dus zeker geen barrières ondervonden als vrouw. Misschien meer door het gegeven dat ik zo jong ben gestart als 21-jarige en mensen mij misschien zagen van, goh, het is een zoveelste die een droom had. Wel, als vrouw, je kent het wel, dan heb je echt wel daden en woorden. En woorden en daden, omgekeerd. Dus laat ons zeggen dat de dingen die ik zeg, ik ook doe. Integendeel, ik denk dat vrouwen juist heel goed zijn in organiseren, begeleiden van personeel, creatief zijn, de zakelijke kant. Ik denk dat vrouwen daar juist heel goed in zijn. Het is en blijft wel een mannenwereld. Maar het komt er altijd op neer, de eerste keer dat je op een werf komt, voelt je wel dat de mannen op de werf je aftasten, zo van wie is dat, wat voor een soort vrouw is dat? Maar vrij snel krijg je heel veel sympathie en heel veel respect ook van die mannen. Het is een mannenwereld, maar toch wordt je als vrouw wel gerespecteerd. Ik kan dat enkel doen omdat ik in mijn project geloof en laat dan alle barrières die er zijn wegvallen. Het voordeel is dat je met je eigen ding bezig bent. Dat is toch wel heel belangrijk dat je, ja, als je die opleiding genoten hebt, wil je daar ook iets mee doen. Dus dat vind ik heel leuk. De grootste pro's zijn dat je je eigen baas bent. Je eigen agenda kan plannen, ook al staat die eigenlijk 7/7 vol, daar niet van. Maar dat geeft ook de meeste voldoening. Je bent echt je eigen ding aan het doen en alle resultaten geven jou enorm veel voldoening. Dus je blijft gaan. Het voordeel van het zelfstandig zijn is dat je eigenlijk volledig je eigen planning maakt. En mijn planning is eigenlijk al zo fel geëvolueerd dat ik een dag niet meer bekijk als twee delen. Voormiddag, namiddag, maar voormiddag, namiddag en avond. En bijvoorbeeld als er iets in de namiddag iets is dat ik zeg van eigenlijk wil ik dat wel doen. En dat heeft niets met beroep te maken, dat doe ik dat gewoon. En dan haal ik dat gewoon 's avonds in. En die flexibiliteit, die
het zelf kunnen plannen, dat zou ik nooit meer kunnen loslaten. Dat ik zo 's morgens om 9 uur op dat bureau moet zijn en om 5 uur moet doorgaan, dat zou ik totaal niet meer kunnen. Het is een moeilijke weg, maar het is zo boeiend en zo heerlijk om elke dag te kunnen opstaan met het idee, we gaan weer iets goed doen. En we gaan het doen op onze manier. De grote nadelen zijn de financiële stress. Die stress is in feite nog nooit weg geweest. En hoe groter dat ik word, hoe meer stress. Omdat ik mij ook verantwoordelijk voel voor mijn mensen. Die hebben allemaal ook een hypotheek lopen. En dus ja, die stress. Een maand is ook snel om. Dus elke maand moet er een bepaald bedrag liggen dat vrij hoog is. De negatieve aspecten had ik vooral in het begin. Nu merk je die minder. Maar in het begin was ik vooral heel onzeker. Van, gaat er wel een constant inkomen zijn? Dan word je zwanger. Je hebt geen 3, 6 of 9 maanden. Dus toen had ik 6 weken. En dat waren zowel even negatieve punten. En ik kon in het begin ook echt wakker liggen van mijn pensioen. Maar met de jaren hebben ze daar meer en meer aan gewerkt. Een enorme verantwoordelijkheid, omdat je ook mensen in dienst hebt. Een enorme verantwoordelijkheid financieel. Je moet de lonen kunnen uitbetalen. Een enorme verantwoordelijkheid, omdat je ook wel zit met facturen die bijvoorbeeld niet betaald worden door de klanten of te laat betaald. Dus absoluut zijn er contra's bij het ondernemen. Je hebt ook weinig tijd, je sociaal leven staat even stil. Maar dat zijn keuzes die je maakt, dus weeg niet op. Tegenover de pro's die voornamelijk staan in voor voldoening voor de dingen die je doet. De nadelen die ik nu nog ondervind, dat is het afbakenen van mijn werk. Van wanneer stop ik mee werken? Wanneer ik start, dat is oké, maar wanneer stop ik? En ik heb er heel hard aan gewerkt om in het weekend niet meer te werken. Vroeger werkte ik vaak in het weekend. Ik zou zeker zeggen van probeer heel veel ervaring op te doen voordat je zelf begint. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een heel duidelijk imago hebt. Dus dat het product dat je brengt heel herkenbaar is. Je moet vooral flexibel zijn. Wat ik heel hard heb onderschat is het belang van netwerken. En daar ben ik nu sinds een paar jaar beter mee leren omgaan. Dat je zeker niet mag doen, is denken dat je van de eerste dag rijk bent. Je ziet wel echt zwarte sneeuw. En je moet dat ook wel incalculeren. Dus denk niet dat je van de eerste dag rijk gaat zijn. Eigenlijk moet je in het begin veel harder werken. Je moet zien dat je in ons geval een systeem hebt, dat je veel standaard details hebt, dat je een contract hebt, alle zaken al hebt. Dus daar steek je in het begin heel veel tijd in. Durven ervoor gaan en in feite je ook een beetje kwetsbaar opstellen. Je neemt risico's, maar die moet je nemen. Ik heb mezelf gedurende de afgelopen jaren enorm goed leren kennen. Ik ben heel veel muren tegengekomen, maar ik ben er ook altijd over kunnen springen. En ik denk dat het heel belangrijk is voor vrouwen dat ze zichzelf heel goed kennen. Dat ze zich laten omringen door mensen waar ze in geloven. En nu met ouder worden merk ik ook dat het belangrijk is om jonge mensen aan te trekken die beter op de hoogte zijn van de marktevoluties. Die met frisse ideeën aankomen en dat in combinatie met mijn ervaring denk ik dat heel fijn is. Er is niets mis mee dan je te omringen met mensen die jouw zwaktes kunnen compenseren. En anderzijds uiteraard, volg uw hart, we zijn zeer empathisch. We hebben enorm veel potentieel, enorme skills om te time managen. Dus laat ons dat allemaal op de markt gooien om ons ding te doen en absoluut voor onze onderneming te gaan. En nogmaals, geloof ook in goed netwerken. En netwerk is alles op dit moment.